Het zou zomaar kunnen dat dit voormalig fotomodel en Miss Nederland de kamer in gaat. Reshma Ropram. Zij staat dit keer centraal in onze serie De Smaakmakers. Hierin volgen we, kort voor de verkiezingen, opvallende kandidaat-Kamerleden. Gaat u stemmen 15 maart? Ik weet het nog niet, ik ben nog een zwever. Reshma werd een paar jaar terug politiek actief voor de PvdA in haar gemeente Barendrecht. Ze kreeg te maken met vooroordelen. En niet alleen van mannen, het zijn juist vrouwen, Pim, die daar veel meer moeite mee hebben. Wat is dan dat concreet dat vooroordeel? Wat denken mensen dan? Ja, een miss is dom en heeft geen inhoud, dus wat kan jij voor toegevoegde waarde hebben? Nellen! In 2001 deed Reshma mee aan de Miss Universe verkiezingen in Puerto Rico. Je moet je voorstellen, er kijken miljoenen mensen naar zo'n missverkiezing. En dan sta je, dan moet je daar gaan lopen met je bikini. Nou, dan moet je toch echt wel heel veel lef hebben en guts hebben om dat te doen. En hoe mooi al die meisjes zijn, maar je hebt altijd een stuk onzekerheid over je heen. Van, oh jee, zit dat wel goed? Dus daar had, wel echt, daar had je wel echt wel even lef nodig. Ze ontmoetten ook Donald Trump. Hij was de eigenaar van de Miss Universe verkiezingen. En kwam de modellen even bekijken. Ik had zoiets van, ja, dat was eigenlijk best wel een vies mannetje. En ik weet nog dat ik, ik had een open rug aan. Toen weet ik nog een laag truitje. En ik had zoiets van, ik keek zo boos achter me. En ik wikkelde me snel een sjaal om me heen. Maar ja, dat was wel, ja, dat was Donald Trump. En als je dan later hoort dat hij grabbed him by the pussy zegt, grab him by the pussy, wat vind je daar dan van? Nou ja, dat verbaast mij niks. Ze wil strijden voor emancipatie, voor minderheden en vrouwen. En ze staat 26e op de lijst. Dus zou Reshma Ropram de kamer kunnen halen. En aan deze kant? Het is dan wel handig als haar verkiezingsposters blijven hangen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren ze nogal gewild en werden de posters van de muur getrokken. En wat past nou beter bij Reshma Ropram? Deze poster of die poster van het model en kandidaat Miss Universe en zo? Dit. Ja? Dit ben ik. Ja? Waarom dit meer dan dat? Nou, weet je, ik heb inderdaad een verleden van modellenwerk, glitter en glamour. En ik wilde toch echt iets meer doen dan alleen maar verkoop of een mooi gezichtje, noem het maar op. En in de politiek kun je echt je idealen verwezenlijken. En daar krijg ik echt oprecht mijn voldoening uit. En ik verdien er niet meer, weet je, bij het andere verdien je eigenlijk veel meer. En ben je veel geliefder. Maar waarvoor ik het hier doe, ja, dat is het echt. Het is vast de eerste Miss Nederland ooit, hè, denk ik, in de Tweede Kamer, als het zou lukken. Is dat zo? Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ja, wel? Ja. Hoe cool zou het zijn? Van mist tot minister. Zo is het. Ik zie een uitdaging. Oké.